Nu is het tijd om het voertuig te starten. Het eerste wat u merkt is dat het sleuteloze bediening heeft. Zolang de sleutel zich in de cabine bevindt, kunt u starten. Het enige wat we hoeven te doen is onze voet op de rem te zetten en de startknop in te drukken. De schermen worden geactiveerd. Het bedieningselement aan de rechterstalk achter het stuur draait u naar de D van Drive. En met een druk op de knop deactiveert u de elektronische handrem. En dan zijn we gereed om te rijden. En omdat het een automatische handrem is, kan deze ook worden gedeactiveerd door het voertuig in drive te zetten en het gaspedaal in te drukken. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.